In deze video vergelijken we de Rolfstone Focus Active Noise Cancelling koptelefoon met de JBL Tune 750BTNC koptelefoon. Beide koptelefoons hebben Active Noise Cancelling. De Active Noise Cancelling registreert het geluid om je heen en zorgt ervoor dat de lage geluiden vooral verminderd worden. Het Active Noise Cancelling effect van de Rolfstone Focus werkt iets beter. Die haalt iets meer geluid weg dan die van de JBL. Beide halen niet al het geluid weg, maar vooral de laagtonen. De Rolfstone Focus kan worden opgeladen via de USB-C poort met de meegeleverde USB-C kabel. Het handige hiervan is dat bijna alle nieuwe Android telefoons ook een USB-C poort hebben. Dus je kan eigenlijk dan dezelfde kabel en oplader gebruiken als bijvoorbeeld van je mobiel of van je tablet. De JBL beschikt over de verouderde micro-USB poort. Dus al heb jij een telefoon die beschikt over USB-C, dan moet je specifiek deze kabel van JBL die meegeleverd is gebruiken. Dan de bediening. De Rolfstone Focus die beschikt over touchbediening. Dus aan de rechterkant zit een touchpad en daarmee kan je makkelijk naar voren of naar achter swipen om de tracks te skippen of naar de vorige track te gaan. Naar boven of naar beneden te swipen voor het volume. Twee keer tikken is voor play-pauze. Bij de JBL kun je klikken op het plusje en het minnetje om de volume te verhogen en te verlagen. En dan klik je op de middelste knop voor play-pauze. Maar al wil je naar bijvoorbeeld de volgende track, dan moet je de plusknop lang ingedrukt houden. Het nadeel hiervan is, al wil jij drie tracks overslaan, dan moet je drie keer 2 seconden die knop ingedrukt houden. Dat ga je dus eigenlijk bijna nooit doen. Hiermee kun je dus niet snel door een playlist heen skippen. En met die touch en swipe bediening van de Rolfstone Focus kun je makkelijker door de hele playlist heen scrollen. En makkelijk snel naar 3, 4, 5 volgende tracks gaan. Beide koptelefoons zijn aangegeven als een over-ear model. Dus dat betekent dat ze helemaal over je oren heen horen te vallen. De ruimte die je hebt om de koptelefoon over je oren heen te doen, die is groter bij de Focus. Het voordeel hiervan is dat die niet half op je oren zit. En omdat die van de JBL wat kleiner is, zit die wat meer half op je oren. En dit kan in de lange termijn oncomfortabel zijn. Dan heb je ook een verschil in de oorkussens. Die van de JBL, daar zitten twee stiksels aan de bovenkant. Ook dit kan iets minder prettig ervaren worden, omdat dat iets meer kan schuren. En bij de Focus is dit niet zo en de kussens van de Focus zijn iets zachter. De Ambient Mode. En Ambient Mode, dat is een modus die je kan inschakelen als je geen noise cancelling effect wilt hebben, maar juist de omgeving om je heen wilt horen. Dus dat betekent dus dat de geluiden uit de omgeving via de microfoons over de muziek heen worden gespeeld. De Rolfstone Focus heeft een Ambient Mode en de JBL koptelefoon heeft geen Ambient Mode. Dan het geluid. De Rolfstone Focus heeft een zeer gebalanceerd en helder geluid. Over het hele spectrum is dit zeer duidelijk en mooi weergegeven. De JBL koptelefoon is wat meer voor de basliefhebber. De bas is iets krachtiger en daardoor is de muziek iets minder gebalanceerd. De afspeelduur op de Rolfstone Focus koptelefoon is met de Active Noise Cancelling aan 70 uur. En zet je de Active Noise Cancelling uit, dan gaat die maar liefst 100 uur mee op één lading. Dit is tevens ook de langste batterijduur in het hele segment, niet eens in de prijsklasse. En de JBL met Active Noise Cancelling aan gaat 15 uur mee. En met de Active Noise Cancelling uit gaat deze 22 uur mee. Wil je vervolgens de koptelefoons weer opladen, dan bezit de Rolfstone Focus over de fast charging mogelijkheid. 10 minuutjes opladen betekent dat je meteen weer 2 uur kunt luisteren. De fast charging mogelijkheid heeft de JBL Tune niet. Met beide koptelefoons kun je handsfree bellen. Er zitten meerdere microfoons in. En beide klinkt dat ook gewoon erg helder en erg goed. De JBL koptelefoon die heeft een meegeleverde AUX-kabel. Die kan je in de koptelefoon doen en die kan je vervolgens weer in een apparaat doen. En de Rolfstone Focus die kan alleen maar verbonden worden via Bluetooth. De JBL die heeft Bluetooth multipoint pairing. Dit houdt in dat je de koptelefoon met 2 apparaten tegelijkertijd kunt verbinden. We hebben dit heel even snel getest en dat is dus mogelijk. Echter, het tweede apparaat die is verbonden, al ga je vervolgens daar de muziek op afspelen of de video op afspelen, dan hapert het Bluetooth geluid wel. Dus dat is wel een nadeel. Het zit er wel op, maar het werkt niet perfect. De Rolfstone Focus heeft geen Bluetooth multipoint, maar je kunt wel snel het knopje 2 keer intikken. En dan disconnect die van de huidige verbinding en staat die meteen beschikbaar om verbonden te worden met het nieuwe apparaat. Dus zo kun je alsnog redelijk snel switchen naar een nieuw apparaat. Bij de Rolfstone Focus zit ook een op maat gemaakte hardcase.
plaats de koptelefoon hierin, rits hem dicht en deze is beschermd en kun je makkelijk gewoon in je tas gooien zonder dat je zorgen hoeft te maken dat de koptelefoon vies wordt of beschadigd raakt door een zwaar boek of een laptop. Bij de JBL zit geen etui of hardcase meegeleverd. De Rolfstone Focus is voor €119 online te koop. En de JBL die fluctueert wat in de prijzing, maar is meestal rond de €90 te koop. Dus dit was een snelle vergelijking tussen de twee koptelefoons. En klik op de link in de omschrijving hieronder om meer informatie te krijgen over de Rolfstone Focus.